welkom weer bij een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn wrap-up van augustus filmen. En ja, mijn wrap-up van augustus alweer. Het is vandaag 31 augustus. Dinsdag 31 augustus. Ik vind het bizar dat augustus alweer bijna voorbij is. Maar de reden dat ik nu al mijn wrap-up film is omdat ik net een boek heb uitgelezen. En ik had zoiets van, ik wil er meteen over vertellen. Ik moet nu filmen. Ik wil er meteen over praten. Maar dat wordt wel het laatste boek natuurlijk van deze wrap-up. Want dat is een boek wat ik net heb uitgelezen. Verder heb ik mijn Simba hoodie aan. En ben ik in een best wel goed humeur vandaag. Dus dat mag een wonder heten na gisteren. Gisteren was nogal een lange dag. Maar ik heb goed geslapen, dus dat scheelt. Anyway, mijn wrap-up. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4 boeken, fysieke boeken gelezen. Waarvan 2 ook deels geluisterd. En daarnaast, naast die 2 die ik ook deels geluisterd heb, ook nog 3 andere luisterboeken. Dus het was best wel een redelijke maand. Ik begon met Akotar, Hof van Doors en Rozen. Ik ben in juli begonnen met lezen. Nee, want in juli was mijn laatste boek Harteloos. En daar had ik een gigantische hangover van. Boekhangover. En toen ben ik Hof van Doors en Rozen gaan lezen. En die heeft me wel heel erg uit die boekhangover gehaald. Is ook een fantasyboek, maar gewoon heel leuk om te lezen. En dat bracht mij bij de Akotar serie. Fantastisch boek. Ja, 5 sterren. Ik vond 4,5. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar ik vond het wel een heel goed boek. Ik vond in het begin kabbelde het een beetje. Is het een beetje langdradig. En er is niet zoveel actie. Maar het einde, jongen. Echt. Die laatste 150 pagina's of zo. Oh, wauw. Ik heb toen tijdens de readathon met Bookster Buddies heb ik toen Hof van Doors en Rozen uitgelezen. En echt, je kon op een gegeven moment gewoon niet meer stoppen. Hier kan ik natuurlijk wel over lezen waar het over gaat. Want dit is het eerste deel. Als een 19-jarige jager Veren in een bos een wolf doodt, komt een beestachtig wezen vergelding opeisen. Hij sleept haar mee naar een verraderlijk magisch land dat ze alleen kent van legendes. Daar ontdekt Veren dat het wezen dat haar gevangen genomen heeft geen dier is, maar Tamlin, een van de dodelijke onsterfelijke elfieden die ooit hun wereld regeerde. Tijdens haar verblijf op het landgoed veranderen haar gevoelens voor Tamlin van ijzige vijandigheid in vurige passie. Sterker dan elke waarschuwing die ze ooit heeft gekregen over de prachtige gevaarlijke wereld van Elfide. Maar ondertussen trekt een eeuwenoude donkere schaduw steeds verder over het Elfide-rijk. En Veren moet een manier zien te vinden om die te stoppen. Anders zullen Tamlin en zijn hof voor eeuwig verdoemd zijn. Ja, het is eigenlijk het wordt ook wel een hertelling van een hervertelling, zeg ik weer, hè? Hertelling, nee, hervertelling. Van Beauty and the Beast. Van Belle en een Beest genoemd. En dat snap ik wel. In dit boek snap ik dat wel. Ga er niet te veel over zeggen. Want dan ga ik spoilers geven. En dat is natuurlijk nooit leuk. Maar fantastisch. Sarah J. Maas. Dit was ook mijn eerste boek van Sarah J. Maas. De schrijfstijl. Ze schrijft onwijs goed beeldend. Je bent echt gewoon in... alsof je daar zelf bent. Alsof je daar zelf bij bent. De personages worden fantastisch uitgewerkt. Naarmate de serie vordert ook nog. Maar zelfs in het eerste boek echt al heel goed. En je gaat echt van de karakters houden. Van sommige dan. Van sommige karakters ga je houden. Van andere die ga je echt haten. Maar echt, ja, heel goed boek. Ik denk omdat het begin een beetje langzaam en kabbelend was. Dat ik hem 4,5 ster ga geven. Maar... alsnog echt een heel goed boek. Dat was mijn eerste boek die ik uit had in augustus. Dan heb ik nog een iets minder leuk verhaal. Ik was ook in Mijn Waarheid begonnen. Ik heb hem niet meer. Ik heb hem aan Chrissy teruggegeven. En dat is een DNF voor mij geworden. En dat komt niet omdat het een slecht boek is. Of omdat het een slecht verhaal is. Maar ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik ben er na Harteloos in begonnen. En ik denk dat dat mijn fout is geweest. Daarna heb ik trouwens Hof van Doors en Rozen opgepakt. Dus ik had eigenlijk dit verhaal eerst moeten vertellen. Maar ja. Ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik kwam na Harteloos kwam ik niet door Mijn Waarheid heen.
Ooit ga ik hem nog wel een keer een tweede kans geven. Maar voor nu is het een DNF. Een did not finish. Mijn eerste DNF sinds Bookstagram. Ja, terwijl ik had me heel erg verheugd op dat boek. Want ik vond eigenlijk vanaf het moment dat ik Bookstagram heb, dat is sinds eind november vorig jaar, zag ik hem langskomen en had ik al zoiets van, oh, dat concept lijkt me fantastisch. Twee verschillende verhalen en in het midden de waarheid. Lijkt het me nog steeds, maar ik kwam er nu gewoon niet doorheen. En ik had zoiets van, ja, Chris, je krijgt hem terug. Want ik had hem van Chrissy geleend. En als ik hem dan, als ik er dan weer een beetje meer in de mood voor ben, dan mag ik hem vast wel weer van der lenen. Dus wie weet ga ik hem ooit nog lezen, maar voor nu was het een DNF voor mij. Toen heb ik De Moord op Windsor Castle gelezen. Heel leuk boek ook. Deze heb ik in een buddy read gelezen met Lauren. Haar Instagram is Lauren Between the Lines. Ik zal even in de beschrijving linken. En deze heb ik ook deels op Storytel geluisterd. En dat kwam, ik was heel erg moe van het reizen en ja, sowieso gewoon moe. En ik merkte dat dat lezen gewoon niet zo lekker ging. En ik dacht van ja, maar ik wil toch eigenlijk wel heel graag die buddy read met Lauren gewoon doen. En toen kwam ik erachter dat die op Storytel staat. Dus ik heb Lauren toen gevraagd of ze het erg vond als ik hem ook deels zou luisteren in de trein. En dat vond ze niet erg. Dus ik heb hem op Storytel geluisterd en meegelezen. En ik heb het laatste stukje toen gelezen. En ook dit boek vond ik weer heel erg leuk. Ik denk 3,5 of 4 sterren. Ik zal even vertellen waar het over gaat. Ga ik het voorlezen of ga ik het vertellen? Nou ja, er wordt een moord gepleegd op Windsor Castle. Dat is het lievelingskasteel van koningin Elizabeth. En de MI6 en de MI5, dat zijn zeg maar de geheime agentendiensten, die zijn ermee bezig. Maar de koningin die denkt dat ze de compleet verkeerde kant ermee opgaan. En die gaat samen met haar personal assistant, gaat zij zelf proberen die moordzaak op te lossen. Alleen, zij geeft dan niet door dat zij daarmee bezig is. Maar ze geeft gewoon simpele hints en tips aan de MI5 en MI6. Zodat ze op het einde, wanneer het echt wordt opgelost, zeg maar, dan hebben ze ook echt het gevoel alsof ze dat dan zelf hebben gedaan. Maar eigenlijk heeft de koningin het gewoon samen met haar secretary gedaan. Heel grappig. Er staat bijvoorbeeld van de Daily Express staat deze humoristische en spannende roman zal zowel liefhebbers van de monarchie als van moordmysteries aanspreken. Ik ben niet zo'n hele liefhebber van de monarchie. Maar ik vond wel dat de koningin hier echt heel leuk wordt neergezet. Echt een superleuk personage. Gewoon grappig en leuk. En ook de dialogen tussen haar en Prins Philip zijn heel erg aandoenlijk. En echt gewoon als een getrouwd stel die al bijna 60 jaar getrouwd is, zeg maar. Echt, ja, echt heel leuk neergezet. De reden dat ik hem dan toch geen 5 sterren waard vind of wat dan ook, is meer omdat het is een... het plot was een beetje apart. Ik vind van boeken met moordmysteries en detectives en dat soort dingen, vind ik het leukst als je een boek hebt waar je de puzzelstukjes zelf in elkaar kan klikken. Dus dat je op een gegeven moment hebt van... niet dat je de puzzelstukjes aangereikt krijgt, maar wel dat je op een gegeven moment een beetje een idee gaat vormen van, oh, dit zou nog wel eens gebeurd kunnen zijn. En of je dan helemaal aan het verkeerde, op het verkeerde pad zit of niet, het is voor mij gewoon belangrijk dat ik een idee heb van wat er zou kunnen zijn gebeurd. En dat had ik hier in dit boek niet. En ook toen het plot werd verteld, was gewoon de mensen die in het plot, die deel uitmaakten van het plot, die kende je wel. Of die werden wel al eerder benoemd, maar ook sommigen niet. Er kwamen gewoon totaal andere personages uit de lucht vallen ineens. Dus je zou nooit achter dit plot kunnen zijn gekomen, zeg maar, als lezer zelf. En dat vond ik wel jammer. Ik zei tegen Lauren op de app, ik zeg van, het is een het zal wel plot. Het was niet een mindblown plot, nee, het was een het zal wel plot. Het zal wel zo zijn. En dat is voor mij de reden. En ook dat de personages niet heel erg uitgediept worden, is ook heel moeilijk, want er zijn echt gigantische personages. Is voor mij een reden dat het 3,5 of 4 sterren is. Ik weet nog niet precies welke van de twee. Maar al met al gewoon een goed boek. 3,5 is ook een 7. Dus
ja, vermakelijk, leuk. En ook heel goed voorgelezen trouwens op Storytel. Op Storytel wordt hij voorgelezen door Inge Ypenburg. En die heeft gewoon een hele fijne stem. En die leest hem heel leuk voor. Nou, dat was nummer 2. Toen heb ik op Storytel... Er zitten kattenharen op mijn iPad. Ik dacht, pak mijn iPad er even bij. Want dan kan ik hem laten zien. Ja, waar sta jij? Ah. Kan ik dat... Nou, nee, ik kan hem niet... Even kijken hoor. Nee. Nou ja, maar ik heb op Storytel... Kunnen jullie het zien? Nee, want het raam... Nou. Ja, zo kunnen jullie het zien. 1 depresso alsjeblieft geluisterd. En dat is de koffiesalon nummer 1. Dan ga ik meteen eventjes door met... Storytel, want de koffiesalon 2, een dubbele shot liefde en de koffiesalon 3, een kopje geluk. Die heb ik alle 3 geluisterd en ik vond het vermakelijk. Het was leuk. Het werd leuk voorgelezen. De voorlezer is Lotte Harlings. Ik kende haar niet. Het staat er nu bij. Ik wist het niet uit mijn hoofd, maar het staat erbij. Ja, hele leuke boeken. Het zijn feel-good boeken. Wat ik al zei, het zijn 3 korte luisterboeken. Want het zijn luisterboeken van ongeveer 2,5 uur. Dus ik verwacht ook dat het boek zelf niet, dat de boekjes zelf niet zo dik zijn. Ik zou het zelf persoonlijk, als ik had gelezen, fijner hebben gevonden als het gewoon 1 boek was met 3 delen. Want het einde van de eerste en de tweede, die waren best wel vreemd. Het eindigde best wel op een cliffhanger, maar niet op een cliffhanger dat je denkt van... Oh, dit is het einde van een boek cliffhanger, weet je wel. Het was meer van, oh, huh, waarom eindigt het zo of zo? Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het was gewoon niet helemaal logisch. Maar toch hele leuke boeken. Ik denk gewoon 3 sterren. Echt geen hoogstandjes. Maar wel heel leuk om tussendoor even te lezen. Het gaat over Hanneke. Ze is 31. En ze heeft wat tegenslagen. In de liefde heeft ze tegenslagen. Op de werk heeft ze tegenslagen. En dan komt ze uiteindelijk te werken bij Koffiesalon Boon. Bij een vriend van haar. En daar heeft ze een vervelende collega. En je weet eigenlijk al waar het heen gaat. Je weet vanaf boek 1 wist ik al zeg maar hoe het zou eindigen. En ik had ook gelijk. Maar ja, dat is een feel-good, weet je. Dus het is vrij voorspelbaar, maar het is wel leuk. En het is leuk voorgelezen. De nodige humor zit er ook in. Het is echt... ik heb me kostelijk vermaakt met die luisterboeken tijdens mijn reis naar Rotterdam. Toen heb ik ook nog... De Neehoorn geluisterd. Geweldig. Ik geef hem 5 sterren. Niet zozeer omdat het gewoon... het is gewoon een fantastisch leuk kinderboek. Het is echt zo leuk bedacht. Gaat over het hartenwoud. En daar woont een eenhoorn. En normaal zijn alle eenhoorns altijd helemaal vrolijk en blij en... nooit chagrijnig. Nou, deze eenhoorn wel. En die wordt daarom ook wel de neehoorn genoemd. Omdat hij op alles nee zegt. Dus dan wordt er gevraagd, wil je daarheen mee? Nee. Wil je misschien naar tante Huppeldepup? Nee. Wil je misschien lekker wat gaan eten? Nee. Dus ja, dat vond ik al helemaal geweldig. En op een gegeven moment loopt hij weg. En dan komt hij verschillende dieren tegen. Nou, ook niet helemaal, want het is 1 prinses. Nou ja, verschillende wezens tegen. En dat is de watbeer. En de watbeer die is een beetje doof en die zegt op alles wat. En dan heb je de wellusprinses. En de wellusprinses zegt op alles welles. En dan heb je de kus mijn kont hond en die zegt tegen alles kus mijn kont. Dus die dialogen zijn gewoon heel erg leuk. En het wordt echt onwijs goed voorgelezen. Ik ga even kijken wie het voorleest. Teun Luiks. Ken ik ook niet. Maar echt een super goede voorlezer. En ja.
Ik heb gewoon heel erg moeten lachen om dit boek. Het is echt, duurt ook maar 20 minuutjes. Je hebt hem echt zo uit. Maar echt, echt heel leuk. Toen ben ik begonnen in Koning van Katoren. Oh, wacht trouwens. Die hoef ik helemaal niet hier te laten zien. Die heb ik gewoon hier liggen. Koning van Katoren. Een van mijn favoriete jeugdboeken. En gewoon 5 sterren. Zoals, ja... Ik zei al in mijn vlog, ik denk dat als ik 80 ben, dat ik dit boek nog 5 sterren geef. Want ik vind het gewoon een fantastisch boek. Het gaat over Stag. En Stag die wil koning worden. Dus de oude koning is al een tijdje dood. Al 17 jaar. Want Stag is op dezelfde dag of dezelfde avond geboren als dat de koning stierf. En Stag is ondertussen 17. En er is al heel lang geen koning meer. En het land wordt geregeerd door 6 zure ministers. En Stag's oom die werkt daar. Die heeft ook gewerkt voor de koning in het paleis. En die werkt daar nog steeds voor die ministers. En op een dag heeft hij een droom dat Stag koning kan worden. En dus gaat Stag naar die ministers toe om te vragen wat hij moet doen om koning van Katoren te worden. En die ministers die zijn daar helemaal niet blij mee. Want die vinden het wel welletjes zo dat ze lekker de macht hebben. En die zorgen ervoor dat hij 7 onmogelijke opdrachten... bijna onmogelijke opdrachten krijgt. Die hij moet volbrengen om koning van Katoren te worden. En dat lees je eigenlijk in dit boek. En ik heb hem dus ook geluisterd. En dat was extra leuk omdat de schrijver Jan Terlouw hem zelf voorleest. Ik heb hem geluisterd en meegelezen in de trein. Maar ik heb ook eens een stukje zelf gelezen. Ja, gewoon geweldig. Ik zou echt aanraden als je deze nog nooit gelezen hebt om hem te lezen. En als je hem al wel gelezen hebt om hem gewoon minstens 1 keer in het jaar gewoon te herlezen. Want hij blijft leuk. De fantasie die Jan Terlouw heeft over de vogels van Decibel en de draak van Smoke en de kerken van Eukemene. En ja, afzetten en rijden vind ik ook echt zo vind ik geniaal bedacht. Gewoon de fantasie die druipt eraf van dit boek. Ik vind het echt, echt fantastisch boek. Zelfs nu ik zeg maar wat ouder ben. Ik heb deze gekregen toen ik van groep 7 naar groep 8 ging volgens mij. En ik vind hem nog steeds fantastisch. Ja. Dan mijn laatste boek. De reden waarom ik nu wilde gaan filmen. Ik heb Hof van Mist en Woede uitgelezen. Het tweede deel in de Akutar-serie. Ik ga daarom ook niet de achterkant lezen, want dan spoil ik zeg maar zo ongeveer het hele boek van Hof van Doorns en Rozen. Dat is niet de bedoeling. Ik kan dus niet zo heel veel over het verhaal vertellen, maar ik kan wel vertellen over de schrijfstijl en over... Oh wow, 5 sterren trouwens. Hof van Doorns en Rozen vond ik iets minder, dus die is 4,5 dan. 5 sterren. Het verhaal begint al meteen fantastisch. En de schrijfstijl wordt alleen maar beter. Je hebt echt het gevoel alsof je midden in het verhaal zit. De personages worden uitgediept. Je leert ook de achtergrond kennen van heel veel personages. Waarvan je in Hof van Doorns en Rozen zoiets had van... ik weet niet zo goed wat ik van die personages moet vinden. En je wordt ook, zeg maar... personages die in Hof van Doorns en Rozen in je hart hebt gesloten, die worden er eigenlijk nijdhard uitgerukt. Die ga je echt haten. Dat is echt. Fantastische schrijfster. Dit is dus mijn tweede boek van haar die ik lees, maar echt. En ook gewoon die switch die ze kan maken van heel aandoenlijk en aangrijpend hoofdstuk naar weer iets totaal anders. En die plot twist op het einde en dat... Oh... Ik had echt zoiets van, ik heb net het einde dus gelezen. De laatste 100 pagina's of zo. Oh, ik stoot tegen de tafel aan. De laatste 100 pagina's of zo. En ik had echt zoiets van, het kan gewoon niet nog erger of nog verraderlijker of wat dan ook. Maar jawel hoor, bij Sarah J. Maas kan alles, blijkbaar. En het was echt, poeh, wow. En daarom wilde ik gewoon meteen dit filmen. Want ik had dus, ik moet erover praten. We hebben ook een Akutar leesgroepje. En ik zie nu elke keer... ik film natuurlijk op mijn mobiel, maar ik zie nu elke keer berichten langskomen. Van een Akutar leesgroepje. Want ik had natuurlijk in de leesgroep gezet dat ik hem uit had. En wat ik er allemaal van vond.
En de Alcator leesgroepen, zeg maar, zijn mensen of zijn boekstabuddies die Alcator al hebben gelezen. Dus Christy zit erin en Kimberly en Pamela en Zoe. En die vinden het volgens mij echt alleen maar al te grappig wat ik er allemaal van vind. Want ja, zij hebben het natuurlijk al gelezen, dus ze weten allemaal al wat er gaat komen. Maar echt, wat een verhaal. Wat een boek. Wat een, ja. Ik kijk heel erg uit naar het volgende deel. Dat is Hof van Vleugels en Verwoesting. Ga ik hem hier pakken. Zonder dingen eraf te... Deze. Ik weet niet of ik daar vandaag nog in ga beginnen, maar die wil ik wel heel snel gaan lezen. Want, oh, wat een einde. Wat een einde. Ja, echt, wow. Nou, ik ben alweer bijna 21 minuten aan het kletsen over boeken. Dus ik ga de video bij deze weer afsluiten. Laat me even weten welke boeken jij in augustus hebt gelezen en wat jouw favoriete boeken waren. Voor mij waren mijn favoriete boeken Koning van Katoren en Hof van Mist en Woede. Maar ja, ik heb eigenlijk geen enkel slecht boek gelezen in Dat is niet waar. Ja, oké, ik heb er één gedNF'd, maar dat is niet omdat het een slecht boek is. Dat is gewoon omdat ik er niet voor in de mood ben. Dus wat dat betreft was het een goede leesmaand. Mijn TBR en dat soort dingen ga ik denk ik samen met mijn boeken online gooien. Want ik heb niet zo heel veel boeken, nieuwe boeken van augustus. Laat me dus even weten wat jullie favoriete boek was van augustus. En als je het weer een leuke video vond, doe dan even duimpjes omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het leuk vinden als je je abonneert. En dan zie ik jullie weer bij mijn volgende video. Doei doei!